Ja, ik sta hier bij Alrik Buis. We staan hier in een soort werkplaats. En dat gaat over gered gereedschap. Ja, wat is dat, gered gereedschap? Nou, gereedschap moeten we redden. Dat betekent dat we dus niet het spul afdanken, maar dat we dat dus opknappen en alsnog weer voor hergebruik gereed maken. Juist, en ja, hoe gaat dat in zijn werk? Wat doet u zoal hier? Nou, dus we verzamelen dat gereedschap bij winkels waar dus gereedschap wordt verkocht. En dat brengen we hier naartoe en dan maken we dat schoon en we knappen het op. Dat het er dus goed uitziet en dan gaat het dus naar Afrikaanse landen waar men dat weer hergebruikt. Juist, en hoe lang is dat hier al in Almelo? Hoe lang zijn jullie hier al mee bezig? Nou, we zijn dit voorjaar zijn we begonnen, dus we zijn nog niet zo lang geleden gestart. En nou ja, dat gaat dus wel goed. Ja, want eigenlijk bestaat het al veel langer, maar hier in Almelo zijn jullie nog niet zo lang bezig, begrijp ik. We hebben dus de beide groepen in Almelo en in Hengelo hebben dus met elkaar één stichting van gemaakt. En de stichting Twente heet het dan, Gered Gereedschap. En als wij het hier klaar hebben, als het klaargemaakt is, netjes opgeknapt, schoon en eventueel geverfd, dan gaat het dus naar een centraal adres in Gouda. En dan wordt het dus als daar een container, volledige container is die gevuld is, dan gaat het dus naar Afrika, naar diverse scholen en werkplaatsen. Ja, dan kunnen startende ondernemers die kunnen daarmee aan de slag, begrijp ik. Ja, via onderwijs, ze moeten daar natuurlijk ook leren mee omgaan. Dus en in een aantal landen gaat het dus gebeuren, ja. Ja, en wanneer zijn jullie hier geopend? We zijn hier donderdagmorgen van 9 tot 12 en vrijdagmorgen van 9 tot 12 geopend. Ja, en ja, met hoeveel mensen doen jullie dat en kunnen jullie nog meer hulp gebruiken? Nou, we kunnen altijd mensen gebruiken die dat willen doen. Gepensioneerden die een bezigheid zoeken. Nou, dit is vrij toegankelijk voor iedereen, dus welkom. Ja, want je doet het zelf met veel plezier? Ja hoor, het is hartstikke leuk werk, dus... We maken ook een beetje een leuke boel van natuurlijk. Dank u wel. Nou, graag gedaan.